Salarissen moeten worden verhoogd en het minimumuurloon moet worden aangepast. Dit was een van de uitspraken van parlementariër Stephen Tsang tijdens de massameeting van de Nationale Democratische Partij gisteren. Volgens Tsang is dit van eminent belang voor de versterking van de koopkracht voor de samenleving. Maar laten we eerlijk zijn. Zelfs die hoge prijzen zouden totaal geen probleem zijn als de regering in de afgelopen anderhalf jaar iets, maar dan ook iets heeft gedaan aan de salaris van de mensen. De salarissen die nog steeds op basis van een koers van 7,52 zijn blijven steken, terwijl de koers nu 21,65 is. Natuurlijk kunnen de mensen de prijzen niet betalen omdat hun salaris niet is aangepast. Het is niet zo moeilijk, regering. U moet niet komen met af en toe een koopkrachtversterking, u moet komen met salarisverhoging. U moet de salarissen van de mensen aanpassen aan uw devaluaties. U moet niet alleen salarisverhoging doorvoeren voor de rechterlijke macht, maar ook voor het gewone volk. Niet alleen voor de ambtenaren, maar voor iedereen. Waar blijft de aanpassing van het minimumloon? Dat is de enige echte oplossing voor het probleem van het volk. Tsang gaat verder aan dat de regering het probleem omtrent de gedaalde koopkracht nu moet oplossen, omdat het volk niet kan wachten tot volgend jaar. Er is letterlijk geen licht in de tunnel voor Diwali. We gaan Diwali vieren in total lockdown. Het lichtjesfeest, de overwinning van het goede op het kwade, maar met die total lockdown en die moordende EBS-tarieven gaan we Diwali in het donker moeten vieren. Geen verlichting, laat staan kerstverlichting met kerst. Nieuwjaar, gaat er alleen feest zijn voor friends en family van de regering, want de koopkrachtversterking komt pas in januari. Regering, continu met salarisverhoging, zodat de mensen Diwali, kerst, nieuwjaar nog enigszins kunnen vieren. Dat is het minste wat u kunt doen, want u heeft niet gefinancierd met prudent beleid. U heeft gefinancierd met devaluatie ten koste van het volk. Wanneer u de salarissen niet kon betalen, ging u blijkbaar devalueren. Bij deze meeting was ook parlementariër Ashwin Adin aanwezig en die stelde dat de beweringen omtrent corruptie van de vorige regering en het stelen van de kasreserves onjuist zijn. Ook toonde Adin aan dat de huidige regering tijdens de regeringsoverdracht geen lege staatskas in handen heeft gekregen.